De publieke omroep wil meer vrouwelijke deskundigen zien in beeldbepalende programma's. Het probleem is niet dat talkshow-redacties geen vrouwen willen. De vrouwen willen zelf vaak niet. Als vrouw op tv word je harder beoordeeld dan als man. Niet alleen inhoud, maar uiterlijk telt mee. En ja, je kunt onderuit gaan. Maar als ervaringsdeskundige kan ik zeggen dat je ook dat overleeft. Dus dames, de volgende keer dat je gebeld wordt, zeg ja. Welkom op deze zondagmorgen. Dames en heren, goedemorgen. Live vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam praat ik met de volgende gasten. Premier Rutte regeert vandaag precies 105 dagen. Maar wie heeft de macht in Den Haag? Het kabinet of de oppositie? D66-leider Alexander Pechtold is hier. Deze week werd bekend dat tienduizenden computers gekraakt zijn door cybercriminelen. Hoe kwetsbaar is Nederland? Ik vraag het oud-chefstaf Dick Berlijn. En ik verheug me op acteur Dirk Seelenberg. Een beetje vroeg voor dit fragment. Nou, ik vind het wel helder. Ja, is het een media-hype of is het... Ja, is ons water veilig? Ja, ik had je net overvallen, Dirk, met die vraag over watervoorziening, maar heb je...